Ik ben een aanvaller. Ik ben een aanvaller die graag in de diepte gaat en ook wel de bal aan de voeten wil hebben. En snel? Ja, ik ben redelijk snel, ja. Klopt. Ik ben een speler die goed aan de bal is, technisch begaafd en ik ben ook sterk aan de bal. Ik heb wel mijn debuut gemaakt bij ADO, maar op zich niet veel minuten kunnen maken. En ja, dan moet je realistisch zijn en verder kijken. En, ja, toen kwam de optie OS en ja, het leek allemaal prima, goed gevoel erbij. En ja, zo kwam het tot stand, ja. Als aanvaller zijnde moet je denk ik ook scoren. Als ik je bekijk bij de trainingen, aas je ook echt op het scoren. Ja, hoeveel goals ga je maken dit seizoen? Ik hoop minimaal 10. Ja, minimaal 10. Hoeveel wedstrijden staan er dan tegenover? Ja, 25 hoop ik wel, ja. Ja. Dan ga je naar Top OS. Hoe kende je de club Top OS voorheen? Ja, ik volg het Jupiler League natuurlijk ook. Je houdt het altijd wel bij. En zo heb ik de club leren kennen. Ook Dirk Heesen, assistent-trainer bij ADO, heeft ook veel verteld over de club. En, wat zei hij? Alleen maar goede woorden heb ik gehoord over de club. Mooie woorden. En, zoals? Ja, dat het een warme club is. Dat heb ik zelf ook wel ervaren tot nu toe. Ja, leuke trainers, leuke training, leuke groep. Dus ja, ik voel me wel echt op mijn plekje.